رمضان رمضان. رمضان. السلام عليكم mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Allereerst Ramadan Mubarak. Eerste dag van de Ramadan. Ik hoop dat het met jullie goed gaat. Laat even weten sowieso in de reacties hoe het vasten bij jou gaat. Ik hoop dat jullie allemaal een mooie gezegende maand tegemoet gaan. En ik zou zeggen, haal alles uit deze maand. De kluis staat open. Je kan pakken wat je pakken kan. Als ik tegen jou zou zeggen, kom we gaan nu naar een bank. Jij mag pakken wat je pakken kan. Jij zou daar uren blijven. Jij zou proberen alles leeg te halen. Hetzelfde geldt ook voor deze Ramadan. De poorten van de hel zijn gesloten en de poorten van de hemel die staan open. En subhanallah, subhanallah mensen, hoor dit verhaal. Ik ga eerst even wat huishoudelijke dingen vertellen. Maar eerst subhanallah, kijk. Kijk eens wat ik hier heb. Kijk eens wat ik heb gevonden. Subhanallah, op de eerste dag van de Ramadan. Ik was deze camera maanden kwijt. Ik heb het volgens mij zelfs een keer in een video gezegd. Maar hij is gewoon weer terug. Hij is gewoon terug. Ik weet niet hoe. Subhanallah, ik vond hem op een gegeven moment in mijn tas. Die tas heb ik al zeker... Ken je dat gevoel? Je hebt iets 20, 30 keer bekeken. Oei, oei, die vliegtuig vliegt. Heilig lach. Als je 20, 30 keer heb ik die tas gekeken, gezocht. Uiteindelijk, vandaag, ik ga weer naar die tas toe. Ik doe mijn hand erin. Subhanallah, wat haal ik eruit? Deze camera. Ja, hebben we altijd een extra reservecamera. De huishoudelijke mededeling als eerst, mensen. Zoals je kan zien. De ballenbakken van Noosey Toys. We hebben nu met de kortingscode Ramadan20 20% korting op het gehele assortiment van Noosey Toys. Alle ballenbakken die je ziet op de website, 20% korting. En waarom hebben we dit nu al gedaan in het begin van de Ramadan? Zodat jullie nu alvast kunnen bestellen dat het op tijd voor Eid, voor het suikerfeest in op Zolans. Maar Eid is de juiste benaming ervoor. Dat jullie hem op tijd daarvoor hebben. Want heel vaak willen mensen dat geven als cadeautje. En we hebben vorig jaar gemerkt dat mensen allemaal last minute kwamen. Dus bij deze. Ik waarschuw jullie alvast. Ramadan 20. 20% korting op alle ballenbakken van Noosey Toys. Maar bestel op tijd. Sommige ballenbakken die kun je gelijk krijgen. Sommige hebben wat meer tijd nodig. Tussen de 5 en 7 werkdagen. Ik zou zeggen, check het op de website. Daar staat alle informatie. Ten tweede wil ik zeggen dat ik super trots ben op Vrouwmens. Die Vrouwmens heeft gewoon binnen 2 dagen 1300 downloads op haar Dean Chaser. Zou je vast denken van, Dean Chaser, ik ken het niet. Nou, alle linkjes staan in de beschrijving. Ik zou zeggen, neem een kijkje. Mijn vrouw heeft een speciale planner op de markt gebracht. Geheel gratis. Om mensen dichter bij hun islamitische planning te laten komen. Je weet toch dat ze hun doelen, islamitische doelen, gewoon kunnen behalen door middel ook van deze planner. Op de website kost die 5 euro, maar die volledige 5 euro gaat naar Stichting Rizq. Stichting Rizq doet hele mooie projecten in Marokko, overal noem het maar op. Dus al die geld gaat visabile daar naartoe. En mocht je die 5 euro niet kunnen doneren, maak dan gebruik van de code Ramadan. Dan wordt het gratis. Niet iedereen... wij kunnen makkelijk praten, ja 5 euro, wat is 5 euro? Maar niet iedereen heeft 5 euro om zo te geven. Het is een online planner, dus je kan hem downloaden. Ik zag al dat een heleboel mensen hem hebben uitgeprint. Je kan hem ook uitprinten en in mapjes vervolgens stoppen of bundelen, noem het maar op. Jullie vrouwen zijn daar wel handig in. Ik ga even een update over mijn schoonvader, want daar ging natuurlijk de laatste video over. En om jullie zo te laten vind ik nog een beetje, je weet toch, is een beetje verrot. Ik zou zeggen, check mijn laatste LinkedIn post. Daar heb ik de laatste update gegeven over deze situatie. Inshallah, helemaal tijdens deze mooie maand. Inshallah gaat het sowieso goed komen, mensen. En zo niet, ook goed. Waar de ene deur dicht gaat, gaat de andere weer open. Ik heb altijd zoveel, zeg maar, voordat ik een video ga opnemen, moeten jullie weten. Ik ben al 1 uur, 2 uurtjes ben ik al in mijn hoofd aan het denken van, oké, wat ga ik vertellen in die video? En dan op een gegeven moment ga ik opnemen. En dan later in de edit denk ik van, oh ja, dit had ik nog moeten zeggen. Of dit had ik nog moeten zeggen. Maar Geer, waar ik deze video eigenlijk voor wilde maken. Ramadan is begonnen, de eerste dag van de Ramadan. Deze Ramadan is natuurlijk een maand en niet zomaar een maand. Dit is de maand waarin onze heilige boek, El Furqan, de Koran, naar beneden is overgeleverd. En heel veel mensen, en dan voornamelijk niet-moslims of ja, misschien ook wel moslims die er niet te veel over hebben nagedacht, die denken, Ramadan, vasten, heeft alleen maar te maken met niet eten, niet drinken, geen slechte dingen zeggen en klaar. Als het zo makkelijk was geweest, natuurlijk, daar gaat het ook om. Dat is ook belangrijk, dat je niet eet, niet drinkt,
geen slechte dingen zegt, geen slechte dingen doet, niet roddelen over mensen. Maar er is nog een ander dingetje, mensen. En dat is heel belangrijk. Salat. Het gebed. Hetgeen waar onze eerste vraag die wij zullen krijgen, die zal gaan over het gebed. Er wordt gezegd, degene die niet bidt, is dezelfde als die andere mensen. En wat bedoel ik met die andere mensen? Met die andere mensen bedoelen we ongelovigen. En het enige wat ons, zeg maar, of er zijn wel meer dingen, maar een groot ding wat ons in ieder geval onderscheidt van die mensen, dat is het gebed. Als jij geen gebed hebt, dan kan je zeggen dat jij betreedt in ongeloof. En wat bedoel ik met je betreedt in ongeloof? Dan kan je eigenlijk zeggen, als jij niet 5 keer per dag bidt, ben je geen moslim. Heel grof en heel krom gezegd, heel grof en heel streed gezegd, bid jij niet, ben je geen moslim. En Murad bitterk adam al fi'l. فإذا جاء وقت الصلاة ولم يصلي مع الجماعة أو حتى ولو منفردا فإنه إذا تعمد هذا فإنه يكفر. Heel veel geleerden die hebben dat verteld, die hebben gezegd van luister, degene die niet bidt, treedt in ongeloof. Stel je voor je vast en je bidt niet, is jouw vaste dan nog geldig? Dan wil ik hem even teruggooien naar wat ik net zei. Als jij niet bidt, ben je geen moslim, treed je in ongeloof. Dus als je geen moslim bent en je treedt in ongeloof, voor wat vast je dan nog? Snap je wat ik bedoel? Ik wil niet zeggen nu, ga helemaal niet vasten, maar bij het vasten hoort het bidden. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Dat zijn de 5 verplichte gebeden binnen ons geloof. Deze 5 gebeden moeten wij verrichten. En al helemaal, die moeten we sowieso altijd doen, maar en al helemaal tijdens de Ramadan. Dat is eigenlijk de reden waarom ik deze video wil maken. Is om mijn volgers bewust te maken en om de mensen die dit zien bewust te maken over het feit dat bidden het belangrijkste, ja, ik wil wel zeggen, echt, dat is super belangrijk, mensen. Echt waar. En wij zijn allemaal mensen. Wij zijn absoluut niet perfect. Ik bedoel, kijk. Slippertje. Wij zijn allemaal niet perfect. Wij maken allemaal zondes. Wij begaan allemaal fouten. Maar wij moeten proberen om deze 5 gebeden. En laten we eerlijk zijn. Hoeveel moeite is dat nou? Je gaat roddel doen. Je gaat wassing doen. Dat kost je misschien 2-3 minuten. Daarna ga je bidden. Dat kost jou 5, 6, 7 minuten. In totaal heeft het jou 10 minuten gekost. 10 minuten, hè? En dan pak ik het nog ruim. Laten we zeggen, het heeft jou 10 minuten gekost om te bidden. Heel wat keer 5 is 50 minuten. Laten we het afronden. Laten we zeggen, 1 uurtje. 1 uurtje van de 24 uur die je hebt gekregen. 1 uurtje wordt er van jou gevraagd op je dag om degene die jou alles heeft gegeven op deze wereld, dus degene die jouw moeder heeft gegeven, die jouw vader heeft gegeven, die jouw opa heeft gegeven, die er elke dag voor zorgt, die tegen jou weer zegt van weet je wat, jij kan gewoon weer verder leven. Elke ademhaling, elke keer dat ik een milliseconde kan zien, al die dingen hebben wij gratis en voor niks gekregen. We hebben daar niet voor hoeven te betalen. We hebben dat gratis en voor niks gekregen. Dan waarom gaan we dan niet, waarom zijn we dan niet dankbaar met dat ene uurtje wat we hebben in die 24 uur, dat ene uurtje voor onze maker Allah subhanahu wa ta'ala. Dus mensen, het is belangrijk, verricht je gebed, verricht ze op tijd. En vind je het nog moeilijk of weet je niet hoe je moet bidden of weet je niet. Er zijn gelukkig, alhamdulillah, een heleboel dingen online te vinden. Daarnaast wil ik niet zeggen dat je alles van online moet volgen voordat je straks bij een of andere verwarde Shia of verwarde Sufi terecht gaat komen. Dat wil ik niet. Je hebt gelukkig ook een heleboel zaken, fysieke zaken, maar ook online zaken. Denk bijvoorbeeld aan Hadith Shop, die heb je bijvoorbeeld nu in Antwerpen. Je hebt ook nu eentje in Amsterdam bij Osdorpplein. Ik word hier trouwens niet voor betaald of wat dan ook. Maar daar kan je gewoon naar binnen gaan en zeggen, hey, ik ben op zoek. En je moet niet schamen, je moet gewoon gaan en zeggen, luister, maakt niet uit hoe oud jij bent of wat dan ook. Ik wil leren bidden, hebben jullie voor mij boekjes? Hebben jullie materiaal voor mij? Dingen misschien online die je kan bekijken. En geloof me, je gaat geholpen worden. Echt waar. Er zijn echt, gelukkig hebben we deze dagen, beschikken we tot zoveel informatie. Dat als jij wilt leren bidden, dat jij echt binnen no time gewoon kan leren bidden. Ja? Je hoeft niet hele Korijn uit je hoofd te kennen. Is natuurlijk wel mooi. Staat er een hele mooie beloning ook tegenover. Maar als je weer een aantal soras kent, dan kun je al gaan beginnen met bidden. Het is heel simpel.
Het is niet moeilijk. Het is gewoon een kwestie van doen. Dus daarom wil ik jullie vragen op deze eerste dag van de Ramadan, op deze eerste video, inshallah zullen er nog vele volgen. Maar misschien ben ik er morgen niet, dat weet je niet eens. Maar dat is allereerst wat ik van jullie wil vragen. AUB, verricht je gebed. Niet voor mij, niet voor je moeder, niet voor je vader. Want uiteindelijk ga jij alleen in je graf. Wij zijn alleen gekomen, wij gaan ook alleen. En jij zal alleen verantwoording moeten afleggen. Geloof me, je gaat je echt beter voelen. Er zijn niet alleen natuurlijk spirituele voordelen bij het verrichten van het gebed. Er zijn ook fysieke voordelen. Ga maar vragen bij je dokter. Ga maar vragen naar me. Ga maar checken online wat voor wetenschappelijk onderzoek er is gedaan naar het verrichten van het gebed als je dat 5 keer per dag doet. Het vasten, wat dat met jouw lichaam doet. Al die dingen zijn allemaal niet zomaar bedacht. Het is niet zomaar gekomen. Hè? Mensen die zeggen vanuit niets is iets gekomen. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Van niets iets. Dat bestaat niet. Hoe kan je nou weer van nul, als ik jou zeg, hier heb jij 0 eieren. En dan ga ik aan jou vervolgens vragen, geef mij 1 ei. Ja, mij 0 eieren geven, broer. Hoe kan jij mij 1 ei vragen dan? Snap je? Dus logisch nadenken. Er zijn, alhamdulillah, echt fysieke voordelen ook voor het bidden. Het kan tegen reuma helpen. Het kan tegen dementie helpen. Het kan tegen, noem het maar op, een heleboel andere dingen. Voor jouw bloedcirculatie is het geweldig. Dus kijk naar de voordelen, verricht het gebed en wacht niet langer, mensen. Ik wil jullie vragen om deze video natuurlijk te delen. Vergeet niet, blauw duimpje omhoog. Vergeet niet, blauw duimpje, ik blijf niet blauw duimpje omhoog. Kijk, ik heb dat al jaren geroepen. Vergeet niet om te abonneren, vergeet niet om een reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! And then finally, in Surah 74, Ayah 42 and 43, a conversation is conveyed to us, is documented of the people in paradise who look down on the people of hell and ask them, what caused you to be in hell? And they responded, we were not of those who prayed.